Dames en heren, een bijzondere goedemiddag. Zoals je ziet zijn de beide coaches inmiddels aangeschoven voor de hier in Zwolle traditionele nabeschouwing van de wedstrijd van vanmiddag. Wedstrijd 5 in de strijd om het landskampioenschap tussen Landstede Basketbal en Donau Groningen. Een wederom uitverkocht Landstede Sportcentrum met zo'n 1250 toeschouwers zagen een tussenstand van 30-13 eerste kwart, 17 punten voorsprong voor Landstede. 45-29 rust, een 57-36 derde kwart en uiteindelijk een afgetekende 85-53 overwinning voor Landstede Basketbal. Erik, mooi dat je zo snel kon aanschuiven. Welkom. Wat vond jij van de wedstrijd van vanmiddag hier in Zwolle? Van harte gefeliciteerd allereerst. We hebben verdiend verloren. Waarop eigenlijk op elk vlak werden we afgetroefd. Reboundend, agressiviteit, energie, efficiëntie. Het enige, de twee cijfers die voor ons dan altijd spreken, en zeker in finales waar het om gaat, is punten uit turnovers en punten uit aanvallende rebounds. En daar zijn we overklast, 33-8. Dus dat zijn de cijfers duidelijk. Verder weinig toe te voegen. Na de wedstrijd van een paar dagen geleden was je plan waarschijnlijk duidelijk een andere. Wat was het plan van Donau voor deze wedstrijd? Winnen. Kun je dat nuanceren? ik ga hier niet met jullie mijn plannen van Donau. Lijkt me een beetje raar. Het was wel te proberen. Ja, waarom niet inderdaad? Ja. Nee, ja, het zou kunnen. Ja. Oké. Waar zat dan het essentiële verschil? Vorige wedstrijd bijna 60% driepunters. En nu zat je op iets van 20-30%. Is dat het grote verschil? Of zit het vorige onderin? Wedstrijd schieten we bijna 60% driepunters. En vandaag 20%. Dankjewel. Herman, gefeliciteerd. Matchpoints in deze playoff. Wat vond jij van het vertoonde spel van vanmiddag? Nou, deze week kregen we een bom aan driepunters tegen, of een regen aan driepunters. Dat hebben we vandaag beter verdedigd. Ik denk dat daar ook het verschil in percentages zit. Ik ben het helemaal met Erik eens over de turnovers en de tweede kanspunten. Je kunt er lang en kort bij stilstaan. Ik denk dat het een goede wedstrijd van onze kant was. Dat heeft altijd dan met twee dingen te maken. En met jou en misschien met de tegenpartij. Meer is er eigenlijk ook niet daarover te hebben. Hij is geweest, je verandert er niks meer aan. Overmorgen moet je weer. En dat is wat mij betreft het verhaal. En matchpoint? We willen goed basketbal spelen. En dan gaan we elke wedstrijd krijgen we daar de kans voor. En dit is de volgende wedstrijd waarin we goed basketbal kunnen spelen. Oké, dankjewel. De eindconclusie is niks anders dan dat er 3-2 voor Landstede staat. Beide coaches bedankt voor jullie aanwezigheid vanmiddag. U allen dank voor de aanwezigheid hier in Zwolle. Mooie hemelvaartsdag, een aanstaande zaterdag om 4 uur Martini Plaza. Dank u wel.